En nu zijn er allemaal instrumenten neergezet. Nou, het is hier een kistje met een kunstgebit, wat dus waarschijnlijk kan klepperen. Dan is er een rollator met wat schoentjes daaronder. Dan is er een rolstoel met een cello daarin gemaakt. En dit zijn allemaal instrumenten die horen bij het muziektheatergezelschap BOT. Hun voorstelling vorig jaar, Ramkoers, was een hit op Oerol. En nu deze voorstelling heet Lek. En ze zijn hier echt binnengevlogen. Thomas Postema en Geert Jonkers, welkom. Hallo. Dank jullie wel. Hi. Ja. Oh ja, je klinkt heel cool, maar deze instrumenten, ik bedoel, het is voor een radioluisteraar natuurlijk. Kan je dit gebit nog eventjes, kan je daar iets mee, nu mee laten doen? Of kan iemand dat doen? Dat doet een assistent. Dit is, u denkt misschien, het is een... Ja, het klinkt ook een beetje als een typemachine, maar ja, dit is wel een gebit. Voor ons zijn de klappertanden. De klappertanden. Oeh, en daar klapt bijna onze opium banner omver. Klappertanden, die cello in de rolstoel, een rollator die geluid maakt. Geert, jij maakt deze instrumenten, begreep ik. Onder andere, ja. Waarom ja. Eigenlijk? Zijn gewone instrumenten niet goed genoeg? Of zie jij in alles muziek of in een instrument? Ik ben klankenbouwer. Er was ooit een tekst die onze zanger Job van Gorkum schreef over dat je soms eens hard voor je kiezen kan krijgen. En daar moest een ritme onder. Toen dacht ik, ik ben de naam audiomachinist niet waardig als ik daar iets mee doe. Dus ik heb 8 kunstgebitten opgescharreld. Waar scharrel je die trouwens op? Bij een tandtechnisch laboratorium. Oké, want tegenwoordig denk ik, heb je allemaal implantaten, toch? Die kunstgebitten, die raken uit. Ja, maar hier werd op geoefend om kunstgebitten te maken. En, ja. Enfin, je scharrelt dat soort dingen op. En, dus dit zijn ongebruikte of gebruikte kunstgebitten? Er zitten 2 echt gebruikte bij. Die scharrel je op en dan denk je, dat typeert veel meer dat... Ja, de instrumenten die we maken, die ik maak, maar Doan ook, zoals we ze bij BOT gebruiken, het zijn karakters. Het zijn veel meer dan instrumenten of gemechaniseerde rare geluiden. Dat is echt de verbeelding van het theater natuurlijk. Ja, er staat hier ergens het looprekje. Ja, hier staat het looprekje. Ja, ik weet niet of dat die, ja, die wordt stroom nu, heeft. Daar wordt stroom in gestoken en daar zitten 2 schoentjes onder. Kan je even een microfoon daarbij? Oh. Ja, vertel. Wat Geert. Je nu hoort is. Wat je hoort, klik, klik, klik. Wat je ziet is een looprek met 2 zeer oude dameschoentjes eronder. Dit looprekje zit in de voorstelling en het liedje wat we ermee maken is In de Mist. Lek is een voorstelling over vergankelijkheid, eindigheid en alle menselijke gebreken die niemand van ons vreemd zijn. Het liedje gaat over dementie, over langzaam maar zeker verdwalen en rondjes draaien in jezelf. Ja. Het is een looprekje, ja, het zijn oude dameschoentjes, maar de manier waarop wij daarmee omgaan, wordt het looprek een personage en wordt het een navolgbare... Ziel. Geert, jij bent ook verder nog helemaal niet zo oud. Thomas, je ziet er nog jonger uit. Bezig met die eindigheid, looprekken. Hier ook nog een rolstoel in het kunstgebitten. Wat is daar... Ja, je zou denken, dat hou je nog eventjes ver van je af. Ja. Waarom is dat mooi om daar een voorstelling over te maken? Nou, eindigheid is een heel breed begrip. Dat gaat niet alleen maar over de dood. Het gaat over... Natuurlijk gaat het over sterfelijkheid. En ieder van ons weet natuurlijk wel op de een of andere manier wat dat is. Omdat je een naaste hebt verloren. Je krijgt er op een gegeven moment op de een of andere manier toch mee te maken. Het is ook vergankelijkheid. En vergankelijkheid is voor BOT, het muziektheatergezelschap, een heel belangrijk ding. Want... je kunt eigenlijk zeggen dat wij dat op de een of andere manier altijd opzoeken. Je kunt een gloednieuwe splinter, nieuwe mooie piano onder je vingers hebben. Maar ik heb er liever eentje die een verhaal heeft. En als daar dan een kras op zit, dan vind ik dat niet zo erg. Want daar zit dan leven in of een ziel of wat precies, is het? Precies, precies. Ja, ja. Vergankelijkheid heeft dus voor ons ook een hele grote schoonheid. Ja. Jij schrijft muziek, Geert. Nee.
Nee. Oh. Ja, dat heb ik hier staan. Thomas. Ja, sorry. Job is de zanger, liedjeschrijver. En Thomas. Thomas is de componist. Ja, Thomas. Pardon, ik zat het helemaal fout. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? We hebben een klein stukje van vanmiddag of vanavond even een stukje opgenomen. Oh, daar gaat inmiddels een... Het waait hier een beetje. Ja, het waait hier een beetje. Ja, dat gebeurt. Er valt een grote banner om. We laten even een klein fragmentje horen wat uit de voorstelling. Zo wit als sneeuw, zo wit als sneeuw. De witte hand staat in de voortuin, kijkt door het raam. Hij heeft de tijd. De witte hand telt op zijn vingers. Hij telt jouw jaren. Je raakt ze kwijt. De witte hand sluipt door de voordeur. Ligt als een tijdje. Een fragment van Zo wit als sneeuw, Thomas. Waar is dat op geïnspireerd? Nou, om te beginnen is Job, onze zanger, degene die vaak komt met een tekst en een melodie. Dus in de meeste gevallen ben ik niet zozeer de officieel componist, maar een arrangeur. Ja. Ik voel me vrij om alles te verbouwen aan waar Job mee aankomt. Dus dat is eigenlijk ook hoe we dat met z'n vieren doen. Of er nou een machine binnenkomt waar we vervolgens een hele hoop mee gaan experimenteren. Die af door de zijdeur gaat om vervolgens weer te moeten worden verbouwd tot er echt weer wat mee kan. Of dat er een liedje komt waar we de tekst uithalen en daar een andere tekst in stoppen. Dat is eigenlijk een proces wat we met z'n vieren doen. En ik ben daar degene die daar de muzikale... een beetje de lijn in probeert te zoeken en te vinden. Geert, ik begreep ook dat er in het begin op Oerol wel wat problemen waren. Want jij of iemand had toevallig een stroomkabel doorgeknipt of doorgezaagd. Want jullie zijn natuurlijk allemaal, het zijn echt van die vier jongens die heel lekker aan het klussen zijn. En aan het boel in elkaar aan het zetten. Nou, we gebruiken onze instrumenten vrij onconventioneel. En we kregen van een poppodium een gigantische stapel bekkens die door de jaren heen door allerlei drummers kapotgeslagen waren. Kapotte bekkens. En het kan wat ons betreft niet beter in een thema passen. Dus wij smijten met die dingen. Te pas en te onpas. Maar wel exact op de maat. En dan is er een liedje waar in dat geval Job... Dat had ook ik kunnen zijn. Zijn bekkens perfect getimed op de grond smijt. En het laatste bekken snijdt een stroomkabel door. Ja. Waardoor er even kortsluiting was. Maar dat hoort er eigenlijk weer bij. We sluiten even af, want ik wil heel erg die cello in een rolstoel. Dat ziet er heel dramatisch, maar ook wel weer heel mooi uit. Hoe klinkt die? En ik zie nu een mechanisme. Geert, leg even uit. Dit is Sally de cello. Een van de lievelingen van onze regisseur Vincent de Rooij trouwens. Ja, dus in die rolstoel staat de cello en de strijkstok wordt bediend met een soort een mechaniekje wat jij hebt in elkaar hebt gefrutseld. Ja, Sally is een zeer oude cello die echt al een leven heeft gehad en een zware hulpmotor heeft en eigenlijk nog maar twee dingen kan. Ofwel dit geluid voortbrengen en daar maken wij een Tom Waits-achtige melodie onder. En het andere wat ze echt heel goed kan, is strijkstokken vreten. Daar is ze heel goed in. Ze vreten. Ik zie al hier dat de strijkstokken al stuk zijn. Heel erg bedankt dat jullie er waren. Lek is nog te zien op Oerol en daarop Onderstroom in Vlissingen. En het Over het IJ Festival in Amsterdam. Nou, het is in ieder geval een visueel, een geweldig spektakel. En een prachtige voorstelling hoorde ik. Kijk voor meer informatie en speeldata op wijzijnbot.nl. Dank jullie wel. Dank je. Bedankt.